openingsceremonie was voor en door kinderen die op zoek moesten naar... Heb je een magische vonk? Magische vonk? Ja, magische vonk van het magische vuur. De magische vonk moet natuurlijk gebruikt worden om een vuur te ontsteken. Maar wie gaat dat doen tijdens dit festival? Dat moet natuurlijk gebeuren door niemand minder dan de koning en de koningin van het festival. En die komen daar uit het Elfenbos samen met het prinsesje. Ik ben koning Boberon. Koning Boberon! Koning Boberon! En als de magische vonk overhandigd is, dan kan men op weg naar het vuur. En daar moet de koning proberen om het te ontsteken. En dat is nog even wat moeilijk. Nou, het vuur dat klappert. Het duurde even om het aan te krijgen. Maar de officiële opening, de ceremonie, is gedaan. Het tweede Living Village Festival. Hoe mooi is dat? Ja, het is aan. Ja, fantastisch. Echt, wat hier gebeurd is in de afgelopen 2 weken en de mensen die het gedaan hebben, echt wauw. Ja. Hey Katelijn, wat is hier aan vooraf gegaan? En bedoel ik mee, wat is er vooraf gegaan aan de ceremonie? Want we zien op de achtergrond zien we wat kinderen. Maar dat was een hele grote stoet, hè? Nou, het was echt een flinke stoet. Vanochtend hebben de kinderen sleutels gemaakt van afvalmateriaal en muziekinstrumentjes. Er is gesminkt. En natuurlijk vraagt het ook om een stuk regie van... Wie komt op welk moment wat zeggen en wie komt op welk moment wat brengen? En zo was halverwege dan het vuur in de Tondelzwam ontdekt. En kon onze reisleider, Sieger, die kon ons verder leiden. Omdat de Tondelzwam de kant van de boom opging. En in het verhaal van de elfensleutel in het leven van het dorp zijn jullie de koning en de koningin. Jij hebt de elfensleutel in je handen. Is dat de sleutel naar het dorp, naar het Dalfse grondgebied? Nou, ik vind dat wij hier... Ja. We gaan hem even proberen of die past. Ja, graag. Ja, we gaan hem, zou mooi we gaan zijn. Testen en kijken of het lukt of Dalfse open gaat met deze sleutel. Ja. Nou ja, in 2021 hè, dan krijg je een wet die erdoor komt, dat is de omgevingswet. Dan worden er meer dingen mogelijk. Hè. Dus ook alternatieve woonvormen zouden dan meer kans krijgen. Zou het niet een plan zijn om bijvoorbeeld hier gewoon in Dalfse een aardewoning te stichten en langzamerhand het leven van het dorp op te bouwen? Ja, onze eerste is een tempel bouwen. Dus wij zoeken nu een plek waar we de levende tempel mogen bouwen. En dan mag het van daaruit groeien. En op dit moment kan het hier nog niet. Er zijn nog te veel regels en te veel dingen waar we tegenaan lopen. Dus op dit moment gaan we op bedevaart, gaan we op pelgrimstocht om ergens een plek te vinden waar we die tempel mogen bouwen. En waar we de ruimte hebben om tenminste weer een festival te kunnen organiseren. En dan zien we wel verder. Vanaf nu is het eigenlijk geen idee. Wat wij zo doen, we lopen richting jullie tiny house in aanbouw, gebouwd op een SUV-wagen. En dan gaan we daar even verder praten. Tijdens het festival gaan we hier een beetje aan bouwen nog. De Tiny House Academy heeft ook wat hulp aangeboden en al hun cursisten gaan ze enthousiasmeren om hier wat aan te gaan werken. En dan moet die over 2 weken bewoonbaar zijn. Dan gaan we hier het huisje uit en gaan we hierin. Dan hebben we nog een week afbouwtijd en na die week dan trekken we daarvan door. Ja. Hoe is dat nou om op bedevaart te gaan? Eerst voelde het een beetje als los zand. En nu voelt het eigenlijk als een mooi avontuur. En ik ben heel benieuwd wat het ons gaat brengen. Ja, ik ben eigenlijk gewoon heel nieuwsgierig. Want ik heb geen idee. En dat maakt het allemaal heel spannend. Maar wel leuk. Wat mij opvalt. Toevallig hebben Bob en ik er vandaag nog even over gehad. Vorig jaar prachtig weer op het festival. Vandaag net zo? Nou ja, we hebben tot nu toe, dit is nou de derde keer dit. De eerste keer was tijdens dat we de openingsceremonie deden, kwam Sieger naar buiten om het volk bij elkaar te roepen. Toen stond iedereen naar boven te kijken naar een omgekeerde regenboog. Dat was in Dronten. En vorig jaar hadden we natuurlijk onze love shower, de regenwolk op zaterdag in de vorm van een hartje. Dus ik ben heel benieuwd wat het weer dit jaar voor verrassingen brengt voor ons. Ja. Morgen is de 21ste juni. Dat is de langste dag. En dat is eigenlijk de zonnewende. Gaat daar nog wat mee gebeuren? Want dat past natuurlijk wel helemaal in de traditie van dit festival. Hè? Ja, er is in ieder geval morgen een gemaskerd bal.
En er zullen wat shows en zo rondomheen zijn. Het staat wel in het teken van de zonnewende. En helemaal precies wat er gaat gebeuren weet ik niet. Want ik heb dit jaar ben ik helemaal vrijgehouden van details. Dus dat is heel, heel fijn. Jullie zijn allebei heel zen op dit moment. Ik ben reuze ontspannen in vergelijking met vorig jaar. En natuurlijk wel wat dingetjes die je tegenkomt en ook wel wat spanningen af en toe. Maar dit is echt, het is gewoon een cadeautje dat het dit jaar zo'n mooi dorp is en het leeft gewoon echt, ja. Nou, tot en met zondag hè, kan hier iedereen hier terecht. Wat verwachten jullie qua bezoekersaantallen? Enig idee? Nou, volgens mij raken we uitverkocht. Ja, dat kan bijna niet anders, want het is prachtig. Alles wat naar buiten gaat, het is allemaal mooi. Dus ja, zeker. Soms is het meer dan enkel spelen, soms is het leven. Soms is het verder dan beleven, soms is het onbetekenend. Soms is het tekenend vol.